verwacht u dat er binnenkort een nieuw kabinet komt? Ik weet het niet, want het is allemaal één pot nat. Als je nou een nieuwe hebt of je hebt deze oude, en verdacht je dat het beter wordt? Nee. Goeie vraag. Ik denk dat gewoon hetzelfde blijft. Het is al 10 jaar hetzelfde. Verandert helemaal niks. Ze komen allemaal met hun praatjes aan, maar daar blijft het bij. Nou, ik zou die beantwoorden. Ik denk dat we een heel goed kabinet krijgen hierna. Omdat mensen hier heel erg van geschrokken zijn. En het is ook maar goed dat dit is gebeurd. Misschien was het wel anders afgelopen. Ik zeg altijd maar, als er iets is, dan is het ook een, heeft het ook een reden. Ik heb er de laatste niet heel veel mee bezig gehouden, omdat het toen zo'n shitshow was. Dus toen dacht ik, ach, word ik alleen maar chagrijnig van. Dat verwacht ik niet op korte termijn. En hoe verklaart u dat? De tegenstellingen in de partijen zijn te groot. Ik vind dat er veel te veel kleinere partijen zijn. Het wordt gewoon een heel moeilijk probleem. Komt er überhaupt een nieuw kabinet? Dat zal moeten. Het zal er zeker komen, maar wat voor kabinet het wordt en hoe lang het blijft zitten, dat is maar zeer de vraag. Het is wel een hele puinhoop, maar ik denk dat ze haast wel blijven. Ik heb geen flauw idee. Zeker Mark wel. Nou, ik denk het niet. Ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Volgens mij gaan de gesprekken goed. Zit goed gang in, ja. Heb ik het idee dus. Ik denk ik zelf van niet. Ik hoop het stiekem misschien wel. Maar nee, ik denk eigenlijk van niet. En waarom denk je dat niet? Omdat die persoon, Mark Rutte toch? Ja, Mark Rutte wel nog wel goed zijn, goede dingen doet. Het is al een tijdje geleden dat we gestemd hebben voor een nieuwe Tweede Kamer. Ja, dat klopt. Maar ik denk dat Mark toch wel blijft, Mark Rutte. Ja, Mark Rutte gaat gewoon weer verder met zijn gedoe en alles. Ik geloof er helemaal niks in. U vindt het maar een rommeltje? Ja, eigenlijk wel. Ja. En waarom passeert u dat? Het verbaast me heel erg dat er heel veel mensen nog even goed op Rutte hebben gestemd naar wat er allemaal gebeurd is. Ja. Dat ik denk, hoeveel vertrouwen kan je in iemand hebben, terwijl het eigenlijk gewoon een paar keer best wel misgegaan is. Ja. Nogal mis. Het duurt veel te lang. De problemen in Nederland zijn zo groot. Het kabinet en de mensen in de Kamer worden betaald voor oplossingen. En ze zeuren tegen elkaar en met elkaar, maar niet over de problematiek in het land. De slagvaardigheid die u verwacht is ver te zoeken? Die ontbreekt volledig. Bovendien vind ik dat het kabinet en de Kamer veel te ver van de bevolking afstaat. Ja. Dus waar praten die mensen in Den Haag over? Ja, dat vraag ik me dan ook wel eens af. Maar ik hoop het wel. U bent niet de enige die zich dat afvraagt. Ik denk het ook. Maar ja, nou, ieder zijn eigen. He? Ik ben niet zo met deze regering. Het maakt me niet zo. Maar het duurt nu wel een tijdje, hè? Dat ze aan het praten zijn. Ja, veel te lang. Ja. Veel te lang. Het onderlinge wantrouwen schijnt erg groot te zijn. Ja, het maakt elkaar van alles en nog wat uit. Ja. Dat gaat helemaal niet lekker eigenlijk. Dat lijkt me niet zo'n goede basis om samen te werken. Klopt, dat is helemaal geen goede basis om samen te werken. Ja. Wat ze elkaar allemaal voor de voeten gooien, dat is echt niet mooi. Ja, dat geloof ik wel. Maar het is allemaal verschillend. Ze kunnen niet samen comprimeren. Er zit geen water bij de wijn. Uit welke partijen moet het kabinet bestaan? Als ik een kabinet zou moeten formeren, dat is een goede vraag. Ik zeg je heel eerlijk, ik vind er is bijna geen partij waarvan ik denk van die wil ik zien daar zo. Is een paar partijen bij elkaar zijn natuurlijk goed. En dan zeg ik heel oprecht en eerlijk, ik vind dat de PVV ook wel bij hoort te zitten. Waar veel mensen tegenop kijken. Maar er zijn ook veel goede dingen die ze aan te bieden hebben. We moeten gewoon, Mark Rutte, ik weet niet welke partij hij meer precies was. Kan er gewoon bij. Geert Wilders en de PVV, de CDA, het zijn allemaal goede partijen. Maar ze hebben een min- en pluspunten. Ze moeten gewoon een pluspunten samen gewoon bij elkaar brengen. Waarom duurt het volgens u allemaal zo lang? Omdat de tegenstellingen binnen de clubs veel te groot zijn. En er wordt nauwelijks naar elkaar geluisterd. Het is gewoon een, ik zou bijna zeggen vriendjespolitiek. Van hoe blijf ik zo lang mogelijk op het plus in plaats van te werken. Hoe groot schat u de kans in dat er nieuwe verkiezingen komen? Die kans schat ik aardig groot. Misschien dat er eerst een nieuw kabinet komt. Maar dat zal met zoveel haken en ogen gaan. Dat ik bang ben dat je over 3 maanden weer voor hetzelfde probleem zit. Ja, want dat lost natuurlijk niets op. Het lost niks op. Ja, dat is al duidelijk. Ja, ik denk dat dat lastig is. Veel te veel versnippering. Ja. Maar goed, er moet wel een
een kabinet komen dat kan steunen op een meerderheid in de Tweede Kamer. Ja, ja. En vooralsnog ziet dat er niet zo uit. Nee. Ik denk dat dat wel lastig is, ja. Ja. Zouden er wel eens nieuwe verkiezingen kunnen komen? Dat zou, ja, als ze hier niet uitkomen, dan zit dat er wel in, ja. Ja. Ik weet het niet. Ze zijn al lang bezig, hè? Ja. Ja. Ik zie het er nog niet van komen. De problemen in het land stapelen zich op. Ja. En in Den Haag praat men rustig verder. Ja, zo is het. Ik ga verder. Ja. Dank u wel. Ja.